Meulemeester, zo zo. Ben je overigens familie van die andere balknoken, hoe heet ze? Anne de Meulemeester. Die omhoog gescheten ontwerpster van coutureloze zwarte vodden. Waar je siewijven zich zonder enige heldige reden blauw aan betaald. Is dat je tante? Al ziet ze eruit als je oom met de carnavalspruik op. In alle eerlijkheid, wat heeft hij nou gezegd? Hij heeft dus gezegd dat ze geen kleren kan ontwerpen. Ja, dat is vrije meningsuiting. Als hij vindt dat die uniformen niet mooi zijn, als Anne Meulemeester al niet meer verdraagt dat iemand zegt dat die niet mooi zijn, dat gaat niet. Uitgeverij Guggenheimer moet van de rechter uit de handel, na een klacht van Anne Meulemeester. Sabine Appelmans en Martin Tange, waarover Brusselmans ook schreef, reageerden niet. Als ik Martin Tange zie, leg ik plat van het lachen. Dus dat doe ik niet echt een serieus programma. Die komt trouwens ook in mijn boek. En heeft mij geen proces aangedaan. Echt waar. Voor Martin Tange. En Guggenheimer heeft daar ook gebeft, dat klettert. En toch heeft ze geen proces aangedaan. Dat is tenminste een wijf met kloot aan haar lijf. Letterlijk weliswaar, maar Anne Meulemeester. Wie is dat, Anne Meulemeester? Ze heeft een lief winkelje hier in de Zijstraat, in de Pelgrimstraat in Antwerpen. En langs geen kanten marcheert. Een proces door publiciteit. Weet je wel? Anne Meulemeester. Juist, ja. Wat had je gedacht? Volder, uiteraard mag er bruine streep en haar tong vol haten van per ongeluk naalden in te slikken tijdens het afbiezen en het zomen inleggen. Dat pijpt niet lekker, dat kan ik je verzekeren. Jongens toch, die andere Meulemeester. Ik heb al veel misbaksels aan mijn toeter hebben hangen, maar die spande de kroon. Wacht, er is nog een schone passage. Maar waar is die nu weer? In alle eerlijkheid denk ik dat mensen die daardoor gekwetst zijn, dat eigenlijk totaal geen gevoel voor humor hebben. Over Christine Hemmerich schrijft Brusselmans dat ze hangborsten heeft. Ook niet bepaald een vlijend portret. En godverdomme Brusselmans, hij kan toch schrijven, hij is een fictief personage te toneel gevoerd.